Levi, het trainingskamp van Scheveningen zit er bijna op. Mooie gelegenheid om toch even terug te kijken naar de eerste seizoen zelf. Als we dat doen, wat zeg jij dan? Ja, daar kijk je niet positief op terug. En we hebben heel weinig punten natuurlijk. En het is moeilijk. Hè. We zijn natuurlijk vorig jaar gepromoveerd. Hebben we heel knap gedaan. Echt eigenlijk gewoon een wereldprestatie als je gewoon, als je eerlijk gaat kijken, denk ik. Ja, dan krijgen we niet heel veel spelers erbij. En dan weet je eigenlijk gewoon dat het moeilijk gaat worden. Dus, dat we hier stonden, ja, of hier staan, dat hadden wij ook niet gehoopt natuurlijk. Maar het is niet zo dat Scheveningen nou in de afgelopen wedstrijd echt is weggespeeld. Veel wedstrijden met misschien maar één doelpunt verlies. Heel veel wedstrijden waarvan je achteraf zegt, nou, er had best winst in gezeten of een gelijkspel in gezeten. Ja, dat is heel frustrerend. Eigenlijk hebben we na elke wedstrijd die we of gelijk hebben gespeeld of hebben verloren, het gevoel dat er meer in had gezeten. Dus dat biedt natuurlijk wel perspectief. En helemaal als je... als we altijd na de winterstop of na het trainingskamp hebben we altijd wel het goede gevoel te pakken. Daar moeten we natuurlijk niet te makkelijk over doen, zodat het nu ook, dat we denken dat het nu ook maar zo gaat gebeuren. Maar we hebben wel vertrouwen in dat het... ik denk dat wij met deze groep ons zeker kunnen handhaven. Belangrijk is ook dat er weer wat spelers ook terugkomen. Want wat dat betreft, eerste helft van het seizoen wel vaak te kampen had met blessures. Je bent er zelf ook even uit geweest. En dat geldt voor meerdere spelers. Wat dat betreft, daar gaan we wat meer spelers aansluiten. De selectie wordt daardoor toch weer wat breder. Ja, dat is natuurlijk sowieso een belangrijk gegeven. Kijk, als je kijkt naar andere ploegen, die hebben altijd een brede selectie. Die kunnen plekken makkelijk oppakken, zeg maar. En dat heb je bij ons gewoon iets minder, als je heel eerlijk bent. We hebben een iets smallere selectie. En er zijn een paar belangrijke spelers inderdaad weggevallen. En dan zie je dat het helemaal misschien wat moeilijker wordt. Maar nu hebben we tenminste iedereen volgens mij weer aan boord, zo'n beetje. Dus dat is ook positief. Ja. Dan loop je al heel wat jaren mee in de voetballerij. Gerookt ook en zelf gespeeld profvoetbal, top amateurs. Maar je bent je al een beetje aan het oriënteren voor de periode daarna. Je bent bezig bij Adel Den Haag, althans je kijkt daar mee in de keuken. Ja, dat klopt. Ik kijk mee met John Nieuwenburg. Die is bij Scheveningen ook wel bekend natuurlijk. En hij is herstel en looptrainer bij ADO. En ik loop nu 2 dagen in de week mee. En ik moet zeggen, ik vind het echt interessant en ik vind het echt leuk. En kijk, ik denk dat het ook een goede wisselwerking is naar Scheveningen. Ik bedoel, ik zie wat er daar allemaal gebeurt en hoe het daar aan toe gaat. En ik heb natuurlijk zelf ook een aantal jaren gespeeld. En toen was het allemaal nog niet zo zoals nu. En er zijn wel echt heel veel dingen veranderd. En het is niet meer zo dat je eventjes een loop- of hersteltrainer bent. Er komt echt veel meer bij kijken. En dat zie ik nu. En wie weet kan ik dat in de toekomst ook natuurlijk overbrengen. Hier bij Scheveningen bijvoorbeeld. Dus Het is belangrijk dat je natuurlijk die eigen ervaring hebt gehad. Je hebt het natuurlijk zelf in die keuken gekeken, in dat betaalde voetbal. Weet hoe dat in het verleden ging, hoe dat nu ging. Ja, dat soort mensen worden tegenwoordig steeds belangrijker. Ja, dat denk ik ook. En helemaal ADO en Scheveningen hebben sowieso een goede band natuurlijk. En John is een goede, is ook een vriend van me. Dus ik mag daar gaan kijken. En ik hoop dat er in de toekomst dat ik daar mag gaan werken bijvoorbeeld of zo. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, en ADO is ook geen onbekende club voor je? Nee, ik heb dus zelf natuurlijk ook 16 jaar gevoetbald. Dus ik ken iedereen nog die daar zit. En dat is natuurlijk ook wat makkelijker binnenkomen. Dus, Maar je blijft voorlopig nog even voetballen? Ik wil sowieso nog wel 1 of 2 jaar voetballen en dan wil ik ook mijn trainingspapieren in de tussentijd gaan halen. Ik heb TC3, dus dat wil ik in de tussentijd ook gaan oppakken. Met andere woorden, Levi Fieber blijft lekker werkzaam in de voetballerij. Ja, daar ga ik wel voor, ja, zeker.